Goedemorgen. Vanochtend houd ik me bezig met één gast. En een aantal onder u, en daar bedoel ik zeker de ouderen mee, de oudere kijkers zullen hem zeker kennen. Ik heb het dan over de tenor John van Kesteren. Hij is 76 jaar en heel bijzonder is dat hij even in Nederland is. En dat moment, dat gebruiken wij dan om hem hier uit te nodigen in de studio. Hij viert zijn 55-jarig jubileum als zanger. Op zijn 26e trad hij voor het eerst in Nederland op. En na verdere studie in Salzburg werd hij uitgenodigd naar de Komische Oper in Berlijn om daar te komen zingen. 7 jaar later trad hij in dienst van het Gerterplatztheater in München. Spoedig werd hij geliefd en bekend bij een groot publiek. En hij maakte een internationale carrière als concertzanger en als lyrische tenor. In het begin zong hij alleen maar Mozartrollen, maar vanwege zijn acteertalent werden hem spoedig veel zwaardere karakterrollen toebedeeld. Hij kreeg al spoedig het etiket helster tenor der Welt, de helderste tenor van de wereld. John van Kesteren was en is nog steeds, dat zult u ook in dit uur merken, een veelzijdig zanger. Want wat zong hij niet allemaal? Evangelist in de Matthäus vele keren, Mozart en Rossini rollen, romantisch en eigentijds repertoire en operette. Dat zijn de genres waar hij zich in beweegt. Zelf noemt hij zich een concertzanger die al na een tijdje heimwee krijgt naar het theater, waar hij zich volledig kan uitleven. Naast me zit John van Kesteren. Dag John. Dank je wel. Heerlijk dat je dit uurtje, in het korte moment dat je hier in Nederland bent, hier te gast wil zijn. Mm-hmm. En morgen vertrek je alweer, hè? Ja, morgen is het alweer afgelopen. Moeten we weer terug. Ik woon in Florida, zoals je weet. Ja. En morgen om 10 uur gaat het vliegtuig weer terug. Ik ben 2 maanden in Europa geweest. Ja. En ook in Nederland. Maar je hebt Europa doorgezworven. Ja, ik had wat uitnodigingen uit München, waar ik lang gewoond heb en waar ik aan de opera geweest ben. En we komen nu net uit Berlijn, eergisteren, waar ik ook opname had. Weer, daar heb ik net zo lang gezongen. Ja, ik zei net, heimwee naar dat theater. Dat, als concertzanger had je dat. Is dat nou nog steeds zo? Is dat het allerheerlijkste wat je kan doen, theater? Nou, dat heb ik nooit zo gevoeld. Door mijn opleidingen kwam ik natuurlijk niet direct met het theater in. Nee. Je begint niet met het theater in Nederland. Nee. Er zijn 800 oratoriumverenigingen en die moet je allemaal eerst af voordat je dan naar dat ene theater kan, dat is in Amsterdam. En dus, nee, dat theater kwam pas later. Ja. Je zei net zelf, je woont in de Verenigde Staten, Florida. En ik denk dat er een aantal kijkers die jou kennen misschien willen weten wat jij nu op dit moment doet. Ik ben er eerst heen gegaan. Begin 80er jaren ben ik erheen gegaan. Daar ben ik 3 jaar directeur van de opera in Palm Beach geweest. En toen heb ik een muziekfestival ben ik begonnen. Dat kun je in Europa niet doen, zomaar een eenlingen muziekfestival. Nee, maar in Amerika kan alles. Oh ja? Kan allemaal. En met mijn vrouw had ik opgericht een voedselorganisatie om arme mensen in Amerika te helpen. Dat heet Help the Hungry at Home. Dat doen we nou ook nog. Iedere maand honderden mensen verzorgen wij met voedsel. Die komen vanaf de eilanden, zeg maar, of van Midden-Amerika, Nicaragua en zo. En om dat geld er nou voor binnen te halen, heb ik een muziekfestival ben ik begonnen. De Blowing Rocks Music Festival. En dat doe ik nou al 13, 14 jaar. En het is een enorm succes geworden. Want we spelen, het zijn allemaal eerste keer wat ik doe. Hè. Je kunt er, Bruckner speel ik, hele grote orkesten haal ik erheen. En dus dat is wel succesvol, ja. Goh, en je zingt nog steeds. Ja. Die stem is niet kapot te krijgen. Nee, nee. Ik heb het net gehoord, maar we gaan het straks ook horen. Want je gaat gelukkig voor ons zingen ook. Ja, ik heb altijd gezegd, ik moet iets verkeerds gedaan hebben. Want op mijn leeftijd moet die stem al lang weg zijn. Dus hier heb ik het inderdaad, hè, dat blijft.
kan een stem zo lang goed blijven? Dat... Schijnbaar wel, ja. Ja. Maar doe je er iets aan? Moet je, is het veel wat een pianist doet, zijn vingertjes nee. losmaken? Ik moet op mijn schande bekennen dat ik nooit een groot... vocaliseren, daar had ik een hekel aan. Ik ben gelijk maar gaan studeren altijd, de partijen die ik moest doen. En dat vond ik nodig. Ik heb te veel tenoren en vooral tenoren meegemaakt die hun stem in de kleedkamer achterlieten. Doordat ze een uur van tevoren gingen, stonden ze maar te zingen of die hoge C eruit kwam. Nog een. En dan kwam een concert en dan was het er niet meer. Ja, nou, het gebeurt hier in de studio veel hoor, John. Dat als we hier zangers hebben, dan hoor je. Nou, en zelfs wel tijdens de uitzending nog, als ze dan aan het eind moeten optreden, dan hoor je ze maar fiedelen daarin. Maar dat doe jij dus, want ik hoorde je niet. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, ik schijn het niet nodig te hebben. Dat is heerlijk toch? Laten we het eens even over... We kunnen zoveel aansnijden, maar de Matthäus Passion. Mm-hmm. Die heb je veel gezongen, hè? Ja, ik heb de Passionen bij elkaar meer dan 500 keer gezongen. 500 keer? Ja. Kan je eens wat dirigenten noemen en collega's waarmee je dat zong? Ja, goed, ja. Nou, het begon al heel erg vroeg. Want mijn leraar, dat was Willem Ravelli. Die zong in der tijd altijd bij Mengelberg de Christus in de Matthäus Passion, die beroemde Matthäus Passion. En daardoor had ik natuurlijk een enorme hulp. Want zijn collega, die heette Louis van Tulder. Oh, dat is ook zo'n beroemde naam. Ook zo'n beroemde naam. Ja. En die liep al op zijn achterste stembanden. En dus dan zei Willem Ravelli, nou laat ik die jongen knommer eens doen. Ik was een jaar of 3, 24. En toen mocht ik al tussen dat... Ik vond er niks aan trouwens hoor. Ik vond het vreselijk. Maar ik stond eigenlijk op de eerste concerten stond ik al tussen bijvoorbeeld Jo Vincent. Heb ik veel mee gezongen. Noem maar op. Annie Wout, Annie Hermes. Roos Boelsma. Prachtige alt. En natuurlijk veel met Ravelli en dan Laurens Bochtman. Oh ja. Ja, dat was ook zo'n beroemde Christus, toch? Ja, maar die zat bij de andere club. Die zat bij de Naarder Club. Ja, met Van der Horst, toch? Met Van der Horst, ja. Daar hadden we altijd vreselijk veel lol. En met Guus Hoekman. Hè? Ik mocht daar dan gelijk mee doen. Dus ik kwam het liep er gewoon in. Ik vond het heel gewoon. Ja. Maar ik was nog niet eens beroepszanger, hoor. Toch nog niet? Nee. Heb jij wel met Jochem opgetreden ook? Ja. Eugen Jochem? Ja, natuurlijk. Eugen Jochem werd merkwaardig genoeg gevraagd om het Concertgebouworkest te gaan dirigeren, terwijl ze Karajan weigerde. Ja. En toen hebben ze hem dus genomen als hulpje eigenlijk voor Heitink, die toen nog niet helemaal klaar was. En Jochem met zijn vaderlijke gedoe vroeg me vaak, overal hoor. Ja, als evangelist. Als evangelist. En de aria's natuurlijk en de ook. Aria's, soms moet je ze erbij zingen. Ja, dat is niet altijd, hè? Maar nee, soms wel. Ja. Nee, ik heb het nog één keer gedaan in het Concertgebouw. Toen moest Felix de Nobel moest invallen voor Jochem, geloof ik, of voor Heitink, ik weet niet meer. En toen zeiden ze dan, wil je ze allebei zingen? Dus dat was een hele opgave, ja. Hoor. We hebben een stukje Johannes, waar jij evangelist bent. Jij weet waarschijnlijk wel wie daar dirigeert. Maar zullen we er eens even naar luisteren? Ja. Johannes Passion, niet de Matthäus, maar de Johannes is even mooi, vind ik zelf. Het priest als knecht einer, ein der Freund der Des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei dir, Thank you.
nodige dramatiek, hè? Ja. Dat is jouw acteurstalent. Nou, maar dat werd niet altijd in dank afgenomen. In dank afgenomen. Want toen, ik zong natuurlijk heel veel in Concertgebouw. Maar toen dus Harmancourt kwam, die de hele zaak ging veranderen. Voor hem was dit veel te dramatisch. Hè? Hij wilde een vertellende evangelist hebben die gewoon zei wat er stond. En dan, en dus we liepen langs elkaar toen. Dus moest ik ergens anders in. Ja, maar dat heeft natuurlijk toch een beetje met de nieuwe opvattingen te maken. Heb je dat een beetje gevolgd? Want er is natuurlijk toch een verschil in tempi bijvoorbeeld, heel erg. Hè? Ja. En allerlei opvattingsverschillen zijn er natuurlijk. En nu, als je hem nu hoort, die Matthäus, ja. Dan is hij sneller. En inderdaad, de dramatiek is er af een beetje. Hè? Vind je niet? Nou, ik heb er natuurlijk wel een eigen mening over. En dat hoeft niet alles zaligmakend te zijn. Maar ten eerste schreef Bach dit werk voor 8-stemmig koor. Dus dat is enorm groot. Ja. Anders ga je niet 8-stemmig schrijven. Nee. Dat waren die schreeuwkoren van die mensen. Kreuzige, kreuzige, kreuzige. Dat kun je niet met een kleinere. Ten tweede, en dat vind ik nog belangrijker, Harmancourt was van mening dat het klein koor moest zijn, omdat Bach het met een klein koor had gedaan. Ik heb toen ik nog in de DDR woonde, aan de opera daar was, heb ik veel gezongen in Leipzig. En in Dresden en in Halle, noem maar op. En die Thomaskeertje in Leipzig heeft een heel klein balkon. Daar konden niet veel mensen op. Nee. Dus hij noodgedrongen moest hij een klein koor nemen en een klein orkest, kleiner. En dat werd dan bijvoorbeeld door Harmancourt aangepakt. Dus ze zeggen, de eerste uitvoeringen in 1725 was met een klein koor. Ja. Ja, volgens mij is dat geen argument. Want het zijn de grootste barokwerken, een Messias, een Hohe Messe, een Matthäus Passion, die gemaakt zijn. En die moet je dan hun waarde geven, vind ik. Ja. En ook wat tempo betreft. En niet... daar valt over te praten. Ik heb natuurlijk heel veel... Dit ging langzaam, hè? Ja. Dat kwam eigenlijk doordat ik... Ik vind dit trouwens ook te langzaam, wat ik net hoorde. Ja, ja. Ja. Maar ik heb heel veel jaren met Karl Richter gewerkt. En dat was natuurlijk de grootheid van Bach in de 50er en 60er jaren. Ja, Karl Richter de dirigent, hè? De dirigent, de beroemde dirigent, ja. En toen hij naar het Concertgebouw kwam, toen zeiden ze, ja, zou het iets vlugger gaan? Want de trein die vertrekt om 10:50 en die willen we wel graag halen. Huh? Maar hij heeft me eigenlijk geleerd wat het is om barokke muziek te brengen. En niet alleen maar snelle muziek. Nee. Ik zie er eigenlijk geen... de mensen gaan eerder naar huis natuurlijk. Ja. Maar voor de rest, voor de opvoering van een stuk kun je net zo goed een langzaam stuk hebben als een vlugstuk. De mensen als de zangers in het koor het er mee eens zijn. Ja. Ja, je noemde net Ravelli. Willem Ravelli, ja. als een van je docenten. Lag het in je bedoeling toen je als jochie dat jij jouw carrière al in het hoofd had, zoals sommigen dat hebben, om als zanger het vak in te gaan? Nou, nee. Bij ons wel. We hadden wel een muzikale familie. Mijn vader en moeder moesten noodgedwongen aan het begin van deze eeuw, omdat er geen werk was, naar Duitsland. Mijn grootouders gingen dus naar Duitsland kregen daar werk. Mijn vader en moeder leerden elkaar in een koor in Duisburg kennen. Het was een Nederlands koor. En daar zongen zij en daar hebben ze elkaar leren kennen. Ze zijn bij elkaar gebleven en later getrouwd dus. Mijn broer werd in Enschede geboren, ik werd in Den Haag geboren en mijn zus ook. En natuurlijk was het niet makkelijk om dat vol te krijgen. Maar mijn ouders, mijn vader speelde piano, mijn broer en mijn zus speelden piano. Ik ging zingen, mijn moeder speelde citer. Citer? Ja, het was een muzikale familie, zeg. Ja, dus het is niet zo vreemd dat je toch in dat vak gerold bent. Nou, dat toch wel, hoor. Ja? Ja, want je
dat ouders zeggen niet tegen hun kinderen, als ze 13, 14 jaar oud zijn, ga jij nou maar operazanger worden. Nee. Maar ik had een schijnbaar een muzikale knoop in mijn lichaam. Want ik kan me nog herinneren dat er, toen ik nog op het kleuterschooltje was, kwam de juffrouw van het kleuterschooltje al vertellen, deze jongeman, die moet je rekening mee houden, want ik zong nooit de melodie. Ik zong altijd de harmonie met die andere kinderen mee, zonder dat ik de harmonie wist. Ja. Dus dat was een talentje dat ik meekreeg. Ja. Je noemde net Ravelli. Wat was dat voor iemand? Was het een? Want het is toch een soort legende geworden. Voor ja, zelfs ik weet niet meer wie dit is. Je hoort die naam, net zoals Louis van Tulder. Denk je, maar ja, wat waren dat nou toch voor mensen? Nou, dat waren die leefden in een hele andere tijdsperk. Hè? Wij reizen veel. Hè? Toen bleef je in Nederland. Voor de oorlog, want een mens praat over twee periodes in zijn leven, als je mijn leeftijd hebt. Voor de oorlog en na de oorlog. Ja. En tijdens de oorlog. Natuurlijk, ja, maar dat, die 5 jaar oorlog, daar zijn we zo al in gegaan. Maar voor de oorlog zong je dan in Goes en in Ridderkerk en in Gorredijk en in Tjitjarkstraatdeel. Die hadden allemaal. Ook die beroemde mannen, die ja, Ravelli en Van ja, Tulder. Want je ging hier naar het buitenland. Ah. En als je dus een boterham wilde verdienen, moest je voor 75 gulden moest je naar het buitenland. Hè? Moest je in het binnenland blijven. Ik kan me nog herinneren dat zijn vrouw, Jean Ravelli, vertelde me nog een keer dat ze een uitnodiging hadden gekregen om in Berlijn in de opera voor te komen zingen. Dan zou hij in een Wagner-opera had hij misschien iets kunnen doen, waar hij trouwens geen stem voor had gehad. Dat kan, het was een prachtig warm geluid. Hè? Hij was bij de post vroeger, voordat hij ging zingen. En dat was natuurlijk een toeval, want ik ben ook bij de PTT geweest voordat ik ging zingen. Ja. Maar je bent op een gegeven moment op het conservatorium terechtgekomen. En John, dat weet jij niet dat wij dit hebben. Rijksconservatorium voor Muziek. Leerling Gerrit-Jan van Kesteren. 4 mei 21. Nou, fijn, van alles staat erbij. En daar staat al direct dat je voor de opera kiest. Ja. Is dat meteen bewust? Nou, dat deed ik omdat ik het grote geluk had dat daar op die tijd een man was, Lothar Wallerstein. Lothar Wallerstein was een hele beroemde regisseur voor de oorlog. Oprichter met Max Reinhardt van de Salzburger Festspiele. Oh ja, hele beroemde man. Hele beroemde man. Ja. En daardoor bleef ze voor mij. De man waar ik eerst mee sprak was Sam Dresden. Die was toen directeur van het conservatorium. Ja. De beroemde componist. Ja. En Sam Dresden, een hele lieve man. Zij had een hele heese stem. Ja. Dat zei hij, John, je moet maar naar de opera gaan. Dat is beter voor jou dan liederen. En trouwens, we hebben hier meneer Wallerstein. Nou, dat zei me niks natuurlijk. Nee. Wallerstein was in de oorlog ondergedoken geweest bij een familie in Den Haag. Daar is hij doorheen gekomen en uit dankbaarheid is hij in Holland blijven wonen. Wat natuurlijk iedereen een enorme prijs stelde dat hij niet terugging naar Wenen. Nee, nee, nee. En ik had dan het grote geluk door hem met opera in aanraking te komen. En wel met het hele spectrum opera. He? Niet alleen dat voor mijn stem goed was, maar ik leerde Wagner, ik leerde Verdi, Puccini. Alles wat met opera te doen had. Hoe sta je? Hoe loop je? Waarom ben je op de bühne? Enzovoort. Ja. En dat mis ik vaak tegenwoordig. Die kant van die de scholing, opleiding. Ja. Ja. Toch, eens even kijken. Ik pak nog een papiertje. Op een gegeven moment. Je hebt fantastische cijfers, hoor. 8, 8, 9, 8. Vordering vlijt. Maar aan het eind in 51, John. Gedrag. Is dat 6, 6 en 7, 7? Dat gaat ineens achteruit, hè? Ja. Dat kwam. Dat kwam doordat ik. Wat is voor ja, gedrag? Ja, nou. Het eerste voorjaar ging. Dat komt misschien door het voorjaar, dat was het niet zo best. En het najaar gaat het weer wat beter, een puntje omhoog. Ja. Ja. Nou ja, als jong kereltje, hè, je had allerlei dingen in je hoofd. En dat waren die moeilijke jaren. Zal ik beroepszanger worden?
of moet ik verder gaan als elektrotechnisch tekenaar, wat ik was. Ja. En daar ging het heel goed. En mijn vader zei natuurlijk, als gedegen mens, je moet dat houden, ja, want dan krijg je pensioen. Precies. En als zanger weet je maar nooit. Nee. Want hoe ben jij aan de bak gekomen? Hoe ging dat? Meteen een prachtig engagement bij de opera in Amsterdam? Of ja, hoe zat dat? Ook zo'n punt. Als je mag wel afstuderen. Je kan 5 jaar op het conservatorium gaan. Je kan summa cum laude weggaan daar. Maar er staat niemand op je te wachten op de hoek, hoor. Zie maar dat je verder komt. En dat wordt niet genoeg verteld hoe je dat doen moet. Moet je naar een impresario, naar een agency of whatever? Ja. Of ga je overal maar voorzingen? Kun je maar zo ergens binnenlopen, ja, en voor gaan zingen? Huh? Nee. Bijvoorbeeld als ik nou de naam juffrouw Schil noem, het Nederlands impresariaat destijds. Heeft die iets voor jou betekend in die tijd? Ja. Mike Schil was voor mij toen, ja en amen, hè. Mike Schil die zag direct wel dat ze een luchtige jonge man voor zich had, die ze aan de lijn kon houden. En ze stuurde me direct naar een zangconcours in Verviers. En daar haalde ik de eerste prijs. Met Leonie Rizanek, dat was een beroemde Weense sopraan, ja, kregen wij de eerste prijs. En toen zei ze, nou, dan moet er toch wel iets anders in je zitten dan dat je achter een tekentafel gaat zitten. Ja. En toen heeft ze me dus naar Genève gestuurd, naar dat beroemde, waar Ellie Ameling ook een prijs gehaald heeft toen. En daar won ik de tenorprijs. En toen had ik dus zelf al in de gaten, ja, dat mag niet weggooien. Nee, maar hoe kom je dan aan werk? Dat is nog even wat anders. Ja, nou ja. Je moet ook geld verdienen, toch? Ja, nou, dat verdiende ik. Ik had toen al 45 gulden per maand bij de PTT. Dus daar ging dan wel 4 gulden pensioen af, hoor. Maar nee, wij hadden. Ik ben toen van Genève ben ik naar Basel gegaan. Op, ja, de terugweg met een auto. En dan ben ik brutaal genoeg. Ben ik naar de radio gegaan. En gezegd dat ik onderweg was. Op een reis. Ja, waar heeft u gezongen? Ik kom net van Genève, enzovoort, enzovoort. Ik ben al 3 dagen hier, was heel niet het geval, maar ze hebben me aangehoord. En ik kende 6 liederen. Dat was alles wat ik kende. En die 6 liederen heb ik voorgezongen. En ze zei, nou kunnen we daar een opname van maken? Hebben ze gedaan. Toen zei hij, we hebben hier een man, die heet Müller von Krulm. Die is directeur van het conservatorium. En die heeft een Bachkoor. Wilt u aan hem voorzingen? Heb ik voorgezongen in de 2e dag. Op de 3e dag leerde ik kennen Hans Münch. Dat was een hele beroemde dirigent. En die zegt, we gaan de 9e symfonie doen. Ik wil niet eens zeggen van wie, want het was allemaal nieuw voor mij. Die hebben me allemaal geëngageerd. En toen ik het jaar daarna dus een passion deed daar, dat was in 1950 waar ik nou over sprak, dat was een Bachjaar, zong ik gelijk met Walter Ludwig. Oh. Met Elisabeth Schwarzkopf, jongen. Elsa Cavalti, dat waren enorme keien toen. En er zat een Nederlander in de zaal. En die kwam naar me toe, toen zegt hij, uw naam is zo Nederlands. En ik zei, ja, ik ben Nederlander. Ja, maar we kennen u niet. Ik zei, nee, ik ben net begonnen. En dat was de president van de Bachvereniging in Nijden, meneer Leonard. Ja, de oude Leonard, de vader van de Gustav van nu. Ja, ja. En meneer Leonard zegt, wilt u niet bij meneer Van der Horst zingen? En zo ben ik er eigenlijk mee begonnen. Oh, wat leuk. Mozart. We hebben Bach als naam gehad nu. Mozart, daar heb jij een bepaalde binding mee. Ik geloof inderdaad met de operarollen. Hè? Jij vindt dat toch een groot operacomponist die jou geliefd is? Ja, nou ja, volgens mij wel een der grootste natuurlijk. Niet alleen omdat het mijn stem het meeste... Maar de meeste opera's van Mozart zijn spieloper. Hè? Met uitzondering misschien van Idomeneo. Ja. Maar of dat nou... Zelfs Zauberflöten, dat ik zo vaak gezongen heb. Così, Entführung, Don Giovanni. En dat zijn natuurlijk de opera's die voor mijn stem erg geschikt waren. Ja, en John, nu doe je mij, maar ook denk ik veel mensen thuis een plezier door naar de vleugel te gaan waar Pieter Lockwood achter zit. Mm-hmm. En ja, je gaat een klein stukje Mozart voor ons zingen, hè? Ja, ik heb een zekere
Don Giovanni heb ik altijd een prachtige opera gedaan. Die deden we voor de radio. Een keer met een prachtige bezetting met Greep Brouwenstein. En een Scipio Colombo deed Don Giovanni. Ja. En dan had je nog Leo Ketelaars, Arnold van Wil. Noem ze allemaal van die enorme keien van mensen. En ik mocht dus Corrie Bijster was er ook nog bij. En van Otterlo dirigeerde dat. En de volgende dag ben ik naar Duitsland gegaan voor een concert wat ik daar had. En daar heb ik stopgehouden in Gelsenkirchen. En daar deden ze Don Giovanni. En in de pauze wordt de tenor ziek. Nee. Kon niet meer verder. Ik heb me gemeld bij de directeur in de pauze. Ik zeg, maar ik kan hem alleen in het Italiaans zingen. En die tenor is op het toneel blijven staan. Ja? Heeft niet gezongen, maar alleen geacteerd. En ik heb van de orkestbak het Italiaanse. Wat een avontuur. Ja. Wat ga je nu doen? Welke aria? Dalla sua pace, de aria van Ottavio uit Don Giovanni. Ga naar de andere kant, zou ik zeggen, John. Ja, we gaan nu even luisteren naar John van Kesteren, die een stukje uit de Don Giovanni zingt. Hij wordt begeleid door Pieter Lockwood. Morta mia.
Dalla Sua Pace uit Don Giovanni van Mozart. Gezongen hier door John van Kesteren. En achter de vleugel zit Pieter Lockwood. John, ja, en dat op de vroege ochtend, hè? Nou, nou. Ja, want dat doen zangers niet graag, hè, zo vroeg zingen. Of had jij daar geen moeite mee? Ja. Ja, ik hoop niet dat het te horen was. Nee, maar ik bedoel, dat het, is, het blijft altijd een probleem, hè? Nou, dat, nou moet ik nog even terugkomen dus op die Matthäus-persoon. Die begon altijd om 12 uur, ja, in concert gewoon. Ja, vroeg, hè? Dat is lastig, hoor. Want dan, dan moet je om 7 uur op om dat werkelijk op gang te krijgen. En om er mentaal voor klaar te zijn. Dat is zeker, hè? Want het is inderdaad een stuk... Hoe was het even over Bach... Is het een componist die je je hele leven meedraagt? Of alleen maar denkt, nou, de lijdenstijd en dat is het? Of is het een componist die jij ook hoogelijk bewondert? Ja, nou, ja, ik bewonder hem vooral omdat je niet zoveel gezongen kan worden. De man heeft zo vreselijk veel geschreven en laten schrijven. Hij heeft 212 cantates gecomponeerd met zijn leerlingen. En toen ik nog in München woonde... zong ik iedere maand zong ik een cantate, jaren achter elkaar, een van die cantates met de Münchner Bach koor en Karl Richter. En dat was natuurlijk wel, dat zag ik wel zitten. Het was heerlijk, het is prachtig voor je stem. En trouwens, concert zingen is sowieso mooi, hoor. Dat is mooi, hè? Ja. Ja. Salzburg ga ik nu noemen, want je bent op een gegeven moment heb je Nederland verlaten, je bent naar Salzburg gegaan, hè? Het Mozarteum. Het heilige der heiligen, zou je bijna zeggen. Ja, ik vond dat ik mezelf een beetje moest verspreiden. In Nederland, ik had bij de opera voorgezongen. Toen dat tijd. En ik werd niet aangenomen. En er was maar één opera. Toen heb ik geprobeerd in 1950... door een medewerking van Jonker de Ranitz, die toen burgemeester van Utrecht was. Oh, ja, 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 en die ja. was voorzitter van de Bachvereniging in Naarden. Ja. En die zei, ja joh. En ik zei, waarom is er nou in Utrecht geen opera? Dan moet toch een opera zijn? Ja, die is er niet. Ik zei, nou mag ik proberen om dat... En toen ben ik met Karel Birny, die later directeur van het danstheater of zoiets werd. Ja. Ik heb hem nooit meer gezien, maar... En een dirigent, die heette Chris Burgers, hebben we de Utrechtse opera opgericht... De Utrechtse opera heeft maar één jaar bestaan. Oh, dat werd toen niet. Veranderd in de Nederlandse reisopera. En die Nederlandse reisopera, daar hebben we jaren achter elkaar vreselijk mee gereisd. Maar je moest s'avonds weer terug. Huh? Je reist naar Heerlen, een voorstelling. En dan kwam je om 3:30 's morgens thuis. Met een bus, ging alles met bussen. Ja. En daaruit is het Forum gekomen. En nu is het weer de reisopera. En nu heet het weer de reisopera. Ja. God, wat leuk. Maar even dat Salzburg, daar ben je dus terecht gekomen. Ja, daar ben ik door een dirigent terecht gekomen die me dan later meenam naar Oost-Berlijn, naar Veldenstein. Ja, Salzburg. Ik vond dat ik meer van opera en van liederen moest weten. En ik ben dus op les gegaan. En ik kreeg les van mensen zoals George Sell, de dirigent, hè, die toen al heel erg beroemd was. En mijn lerares, mijn zanglerares, was daarom zo interessant voor mij, omdat intussen had ik een soort liefde opgevat voor operetten, omdat het zo melodieus was. En die lerares die daar was, die heette Vera Schwartz. En Vera Schwartz, een Kroatin. Zij altijd, ja, ik ben Kroatin. Ze zei niet, ik ben Joegoslaaf. Ze zei, ik ben Kroatin, zei ze dan. Hè. Oude vriendin van Tito was dat. Die was erg verliefd op mij. En zij was verliefd op een tenor en die heette Richard Tauber. De beroemde Richard Tauber. En ze zijn dus samen uitgezocht door Frans Lehár, die operettes allemaal maakte, om de eerste uitvoeringen van die operettes te gaan zingen. En daardoor heb ik het geluk eigenlijk dat... Je kwam heel goed terecht eigenlijk. Ik kwam precies goed terecht. En ja. Ik weet als eigenlijk misschien van eerste hand nog hoe Lehár zijn operettes wilde uitgevoerd zien. Want zij vertelde me dan hoe Richard Tauber dat deed. Ja. We moeten maar eventjes bij Richard Tauber stilstaan. Want dat is toch een legendarisch figuur. En deze aria, die ken jij vast wel. Ik weet niet of je hem ooit hebt horen zingen...
Dat natuurlijk. Ongeëvenaard, die man. Ja, heb je hem wel zien optreden? Nee. Hij heeft in 1937 heeft hij één keer gezongen bij de Frits Hirsch operette. Ja, en hij is ooit eens in Carré geweest. Is dat niet zo? Dat zou ik niet weten. Ja, maar in Amsterdam. Nee, maar Frits Hirsch heeft hij gezongen. Deze operette. Ja. 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 Ja, het is een onvoorstelbare stem. Hè? En altijd met het sigaretje. Ja, nou, daar heeft hij later ook wel last van gekregen. Nou, behoorlijk, dan. Hè? Ja, ja, dat mag je wel zeggen. Ja, als ik het genre operette noem, dan noem ik een paar componisten. Offenbach, Strauss, Legaar, en er zijn natuurlijk nog veel meer. Zijn er nou verschillen in aanpak als zanger van die verschillende componisten? Ja. Of is het allemaal hetzelfde? Nee, nou ja, neem nou de twee grootste, maar die wij het bekendste hebben. Dat zijn dus Frans Lehaar en Offenbach. Ja. Jacques Offenbach, Jacob uit Keulen. Ja. Beviel hem niet, gaat naar Parijs en maakt opera komiek, wat wij dan operettes noemen. Ja, ja. En als je dan Kalman neemt, Emmerich Kalman heeft halve opera's geschreven. Hè. Dat waren enorme, zware werken. Gräfin Maritza. Ook een hele andere aanpak dan meteen. Hele andere thema's. Hè. Ja. Offenbach deed dat in het Franse. Quartier Latin. Ja. John, ik ben zo benieuwd naar het... Want je zong natuurlijk het klassieke repertoire waar we het net over hadden. En dan ga je naar de operette. Eist dat een andere manier van het gebruiken van je instrument? Ja. Hoe? Volledig. Kijk, als je veel Mozart gezongen hebt, heb je de mogelijkheid dat je operette kunt zingen. Als je veel zware opera's hebt, dan kun je die aria's wel zingen, maar je kunt die tussenstukken niet doen. Want het is allemaal dialogisch zingen. Ja. Ik wil geen recitatieve, dialogisch zingen. Je moet, de tekst is veel belangrijker. Als je Bach zingt, Bach heeft aria's geschreven, waar die één zin heeft die hij 12 keer herhaalt. Ja. In de melodie. Dus de tekst schijnt hem niet zo belangrijk te zijn als de muziek. Bij operetten is dat heel anders. Als het publiek die operette niet verstaat, dan doe je het niet goed. Je moet dus... De dictie is heel belangrijk. Heel belangrijk, uitspraak. Ja. Ja, ja, ja. Dat hoor je bij Tauber. Kreeg je niet op een gegeven moment een etiket van nou gaat hij ineens operetten zingen? Werd je dat kwalijk genomen als klassiek zanger? Nee, maar ik heb eigenlijk heel weinig operetten gezongen. Toch weinig? Ja. Ik heb, te weinig naar jouw smaak dus? Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik zing het nu nog steeds hoor. Ik ben net opgebeld eergisteren dat ik naar Montreal, met de Montreal Symfonie weer zing. En in Ottawa. Vorig jaar heb ik een tourneetje gemaakt door Nieuw-Zeeland weer. En ik moet naar 1999 heb ik Madrid en
en Barcelona op het lijstje staan. Het zijn allemaal operetteconcerten. Ja. Die doe ik dan een beetje spel erbij. Ik kan mijn sopraan kan ik uitzoeken. Daar heb ik een hele mooi sopraantje voor. Die staat dus met de grootvader op de bühne. Maar dat geeft. Ja, in welke rollen voel je je nou het meest thuis? Laten we eens eventjes een paar de revue passeren. Daar komen ze. Maar jij moet me even uitleggen wat is. Oh, dit is Aida. Ja, dat heb ik 2 jaar geleden gedaan. Dit is de Zigeunerbaron, dat is een operette. Ja. Ja, natuurlijk. Dan zingt hij die aria, ja, dat is alles of eer. Dit was, interessant genoeg, dat was hier in Amsterdam. Dat was de Fledermaus, waar ik Orlovsky deed. Oh, god, als, nou, dat is het. Ja. Als een Kirgiz. Ja. Dat is heel mooi. Dat was een opera van Haydn, Joseph Haydn. Welt auf dem Monde. Waar ik dan zo'n dat was mijn grootste succes natuurlijk. Hè. Wat was het? Een opera van Rameau. Platé, dat is een travestirol. Hè, en daar had ik zo'n enorm succes mee. Ik deed het in Berlijn, in de Berlijnse Festspielen. En daar was het ijzeren gordijn was al naar beneden. En ze schreeuwden nog steeds, ik moest door het ijzeren deurtje heen om de laatste bloemen in ontvangst te nemen. Dus dat was een groot succes voor me. Je bent naar München gegaan, daar heb je 22 jaar aan één theater gezeten. Nee, twee. Twee? Aan de opera ook hoor. Ik heb veel aan de opera gezongen. Maar je hebt toch je bent toch lang in vaste dienst geweest in München? Ja, 17 jaar. 17 jaar, dat bedoel ik, ja. Mm-hmm. Oh, 17, ja. Ja, ja. En dat is een vast arrangement, had je daar? Of was je in vaste dienst? Hoe zat dat? Nee, ik had een avonden. Kijk, in het begin vind je dat natuurlijk mooi. Ik zat eerst in Oost-Berlijn, toen West-Berlijn, toen me dat te druk werd. Of die druk werd te groot uit Oost-Berlijn, toen ben ik naar West-Berlijn gegaan. En daar heb ik dus bij Karel Ebert prachtige rollen gedaan. Hè. Maar altijd bijzondere rollen. En een van die bijzondere rollen was Le Contori van Rossini, waar ik dan de titelrol zong. En daar beviel de directeur van het Gärtnerplatztheater in München zo, dan zei hij, kwam naar me toe in de pauze, wil je dat ook niet bij ons zingen? Dat zou ik graag bij ons in het theater willen zien. Dat was zo'n partij waar ik mijn speeltalent kon. Ja, je zielenzaligheid kun je er aan kwijt. Oh ja. Ja, en mijn hoge C die ik kon. Hoge C kon je kwijt. Ja, en dat waren net de jaren dat Frits Wunderlich aan de opera zong. Oh, die begon in München. Dus wij alterneerden zoals Barbier van Sevilla, Don Pasquale. Ja. Maar je hebt in die tijd, dat is in diezelfde tijd, hebben we een heel mooi filmpje. Holland Festival 71 spreek ik over. Mm. Zilberzee. Oh ja. Toen zong je in München, maar overal, hè? Daar komt het. En Baron Lauer, voor Ihnen der met nachspeisen en wijnflaschen overvulde Esstisch. Im Hintergrund steht Fenimore. Sie sind anspruchsvoll, Baron. Unersättlich im Anhören saftiger Späße. Man muss es zweimal hören. Wer sitzt auf dem Dachboden? Olem, der Schlossherr. Und wer hockt im Keller? Severin, sein Schützling. Die zwei ehemaligen Feinde. Jetzt dicke Freunde. Und können zueinander nicht kommen. Die Schlüssel sind viel zu fest. Er küsst sie. Fenimore entfernt sich durch die Tapetentür. Lauer richtet sich auf und schüttet ein Glas Sekt hinunter. Was wird uns gut liegt auf dem Tisch, woher es kommt von dir?
niemand wohl. Es wird gut, es wird gut, und noch was eckig ist, was rollt. Wir winken kaum mit einer Hand. Gewaltig prasst und wo man nicht verpasst, wonach die Gier in ihre Fluße passt. Die rechte Fügel, die linke Hand, wie Falafella, wie Falafella. Fantastisch. Wat een muziek, hè? Ja, eigenlijk heel bijzonder. Ik heb dit nog nooit gezien. En ik ben het totaal vergeten, maar nou komt weer iets terug. Ik heb dat grote geluk gehad dat ik niet alleen Lotte Lenya heb leren kennen, maar ook niet haar man, maar wel de partner van haar man, Bertolt Brecht. Toen ik in Oost-Berlijn was. Was hij directeur daar van het Schiffbauerdamtheater. Ja. En ik heb het grote geluk, daar deden ze Kreidekreis. En daar heb ik hem leren kennen, heb ik daarover gesproken, ja, over die dingen. Maar wat een mooie uitvoering, zeg. Ja. Het orkest, alles was van elkaar. Wie dirigeerde, kan je dat nog herinneren? Nee, dat weet ik niet meer. Ja, toch, Gary Bertini. Ah, ja. We vliegen door het uurtje heen, zo is het altijd. En ik moet nu toch nog een andere naam noemen, waar jij ook veel contact mee hebt gehad. Dat is Carl Orff. Ja. Even in Nederland wordt er wel eens een beetje negatief over hem gedacht. Is dat juist? Of, wat zijn muziek aangaat? Nee, maar over zijn figuur, zijn hele zijn plek in de oorlog. Zijn houding. Of is dat onterecht? Ik wil niet zeggen dat het onterecht is, maar ik begrijp het eigenlijk niet. Want deze man woonde in Duitsland, is Duitser. Hè? En als die... Kijk, die Carmine Burana werd in 1936 gecomponeerd. Werd door de nazi's verboden als entartete muziek. Ja. Meneer Goebbels zei, dat doen wij niet. Dus dat stuk werd helemaal niet gespeeld. Ja. Dus ik zie eigenlijk niet waar... Ik moet u zeggen... Tijdens de oorlog waren alle orkesten die wij hadden hier, of het concertgebouw Amsterdam of Rotterdam, dat waren allemaal Nederlanders die in de cultuurkamer waren. Al de zangers, mijn collega's, ik niet. Ik was er niet in omdat ik het niet hoefde, ik had een ander beroep. Ja. Maar alle Nederlanders die we dan hadden, konden of niet zingen. En de lichte muziek, laten we dat niet vergeten. Allemaal. En de radiostations. Ja. Ja. Maar over Orff, die Carmina. Je hebt het ooit voor mij gezongen. En dit jaartal, ik was toen net bij de radio met Fournet. Met Jan Fournet, ja. En Marion Tyler was erbij. Marion Tyler en Pierre Mollet. Dat was een Zwitserse bas. Ik kan me dat nog goed herinneren. Dat was voordat Marion Tyler ging later naar Teheran. Ja. En kon nog net terug toen het zo moeilijk werd. Ja. Nou... jij hebt het veel gezongen, hè? Het beroemde stuk eruit. Want was ik toen ook diep van onder de indruk toen je dat zong in de AVRO-studio, herinner ik me. Het is natuurlijk een heel moeilijk stuk om te zingen. En Carl Orff zei, ik was zeer bevriend met hem. En hij zei altijd, je bent mijn hausschwaan. Ik heb die film toen gemaakt, prachtige film. Dat je is nu op cassette te krijgen. Ja, en die zouden we graag laten zien, maar door allerlei problemen kan het niet. Dus we moeten het nu... Wat jammer zeg. Jammer. Maar je bent met hem ingestudeerd, of was hij erbij bij de opnames? Ja, natuurlijk. Hij was erbij. Maar de regisseur van dit, en dat was een Fransman, die heette Jean-Pierre Ponel. En een van de grootste operacomponisten van de laatste 30 jaar. En die... Die deed zulke fantastische dingen daarin. En we hebben de Prix d'Italia daarvoor gekregen. Dat Orff zei dan tegen me, hoe verzint hij het? Hoe krijgt hij het eruit? Het klopt, zegt hij, maar ik had er nooit aan gedacht. Hè. Groot respect voor elkaar, dat was natuurlijk heel belangrijk. Ja. Ja. Wat is de betekenis voor Orff in onze muziekgeschiedenis, denk je? Wat heeft hij teweeg gebracht? Nou ja,
educatieve muziek is natuurlijk voor het begin altijd prachtig. Hè? He, zijn orf, wat is het, spielwerk, hoe heet het? Ja. Of, al die orf-instrumentjes. Door de hele wereld, door honderden landen, wordt hij geband. Waarom? Orf heeft gezien dat ritme is de oorsprong van alle muziek. Ja. Melodie kwam later, ritme was belangrijk. John, hier ben jij. Luisterend in de Carmina, want we moeten het laten horen, maar dat is ook prachtig hoor. Oh, nou, laten ik het mis hopen. Het beeld niet eens als ik luister. Echt niet. Snelle overgang, want we hebben nog maar een paar minuten. Het was fantastisch. Dank Wat u. Ga je voor het eind voor ons zingen? Ik waarbij zou, ik je nu al bedank. Ja, ik zou een lied willen zingen van dat gecomponeerd is voor John McCormack, de beroemde Ierse zanger. Ja. En dat heet... Hoe heet het? Hoe heet het weer? Ja, I will be... Huh? I hear you calling me. Kijk eens, dat is een dat mooi is geschreven, dat is mooi, want hij heeft dat gezongen bij de begrafenis van zijn vrouw. John, ik dank je enorm. We spreken elkaar zo weer. Ja, John van Kesteren was dat een uur lang en dat uurtje dat vloog om. Volgende week een 80-jarige virtuoos op de sax El Golodoro. Tot volgende week. And all around.
soll.